Hey dag iedereen. Vandaag wil ik het hebben over het appje Voice Dream Reader, maar dan niet op de iPhone, maar op de Mac. En die is nu beschikbaar als beta in TestFlight en je kan die testen als je macOS Monterey op je Mac hebt staan. Dus ik heb dat appje op mijn iPhone en ik gebruik dat zeer graag. Ik ga er ook nog eens zeker een heel uitgebreide podcast over moeten maken. Maar vandaag op de Mac, ik ben eens benieuwd ik heb hem geïnstalleerd en we gaan eens kijken. Voice streamreader. Reader, bibliotheek, venster, Library documents, Raster Oké, okay, zo opent het appje. Ik ga er eens gewoon doorlopen. Library documents, raster we, gave. we zitten blijkbaar op het einde. Eens kijken of we terug kunnen gaan. Verticaal splitter. Library outline. Zoek de bibliotheek. Lich. Zoek tekstveld. Oké, okay, een zoekveld. Geluidsinstellingen. Geluidsinstellingen gaan we straks zeker ook eens naar kijken. Raster. Add to library. Add to library. Dan ga ik eens eerst een document toevoegen. Lijstweergave. Dus ik heb daarop geklikt met voice-over-spatie. En dan ga ik eens zoeken naar een document. In. Lijstweergave. Naam. Naam. Bewerkingsdatum. Snel navigatie uit. Library map. Samengevouwen. Voeding map. Niet gedownload. Samengevouwen. Oké, okay, die ga ik eens uitvouwen. Reding uitgevouwen. Plant Paradox QE PDF Document. Plant Paradox Foods Yes No List PDF Document. Ik ga dit document eens open doen, want volgens mij is dat niet zo'n toegankelijk document. Dus ik klik daarop. Bibliotheek Venster. Add je Library. En hij zegt niks. Maar ik ga er eens doorgaan. Raster. Geluidsinstellingen. Zoeken Bibliotheek. Leeg. Zoek Zoektekstveld. Library Outline. Oké, okay, ga hier eens proberen interacteren. In library outline. Bibliotheek. Geselecteerd. Bibliotheek. Alle onderdelen. Drie items. Oké, okay, er staan drie items in. Leeslijst. Nul no items. Gemarkeerd. Nul no items. Ongelezen. Twee items. Sources. Samengevouwen. Mappen. Samengevouwen. Source access. Press voice over spacebar to configure sources. Safari. Webmateriaal. 90% gelaten. Oei, hij gaat Safari open doen. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik ga even terug. Voice Dream Reader. Google. Safari. Inloggen Google accounts. Ah, hij wilt waarschijnlijk inloggen bij mijn Google Drive om daar documenten te downloaden. Maar dat heb ik niet nodig, dus ik ga even terug. Voice Dream Reader. Mappen. Samengevoegd. Kan je even gewoon terug naar alle ongelezen? Sources. ongelezen. Twee items. Oké, okay, dus ik stop de interactie. Onvoldoende. Library outline. En dan gaan we er voorbij. Verticaal splitter. Library documents. Raster we're En hier interacte ik mee. Sort. In sort. Nieuw. Plant paradox. Foods Yes. No lists. Remit en hand. Over 3 minuten en 29 seconden 0% voltooid. PDF-formaat. Oké, okay, misschien moet je het openen met command-O. Open. Reader. Venster. Knoppenbalk. En ik ga eens proberen met spatie, of je het dan begint af te spelen. New Play. York Times bestseller. De plant paradox. De de dangers en heel die foods. Dat kousen en tweede game by doctor. Steven, was voor je pauze. Ja, het is natuurlijk in het Engels en hij leest het in het Nederlands. Eens kijken of we iets aan kunnen veranderen. Verticaal splitter, verticaal splitter, knoppenbalk. Even in de knoppenbalk. In knoppenbalk. Nog toggle location cyber. show library, toggle location cyber. Zoom in, zoom out, zoom to fit. Plant paradox foods yes no lists. Geluidsinstellingen. Geluidsinstellingen, daar ga ik eens op klikken. Geluidsinstellingen. 16 onderdelen, spraaksnelheid. 340 woorden per minuut. Ja, dat ga ik een beetje verlagen. In schuifknop. 100 woorden per minuut. Oké, okay, 100 woorden per minuut. 120 woorden per minuut. 100 woorden per minuut. Onvoldoende schuifknop. Spraaksnelheid, 100 woorden per minuut. Ja, oké. Okay. 100. Inhoud, voice. Nederlands, taal. Hij staat op Nederlands. Ik ga het even veranderen. Menu, vind je, Nederlands. Engels, taal. Oké. Okay. Alex, US, stem. Die vind ik niet zo goed. Menu, vind je. Alex, US. Daniel, Uka, Fiona, Scotland. Karen, Australië, Moira, Ierland. Rishi, India. Tessa, S, Afrika. Vina. India. Fred, US. Samantha, US. Oké, okay, Samantha. Samantha, US, stem. Steminstellingen. Open Voice Manager. Advanced. Extra's in pauze. 0,0 seconde, inhoud geselecteerd. Je kan extra pauzes in laten lassen. Ja, dat heb ik niet echt nodig. Aan kruisvak, Simplify Webadresses, ingeschakeld. Oké. Okay. Aan kruisvak, Skip Citations, uitgeschakeld. Dus je kan aanhalingen overslaan, als je dat zou willen. Dat ga ik niet doen. Aan kruisvak, Stop at Sentence Boundary, ingeschakeld. Stop at Sentence Boundary, dat wil zeggen stop op de grens van de zin. Maar ik weet niet wat nu net de grens is. Beetje raar. Aan kruisvak, place down for new document, uitgeschakeld. Ga ik maar inschakelen. Ingeschakeld. Aan kruisvak, place down for new document, ingeschakeld. Oké, okay. en dat was de laatste hier. Ik ga eens proberen sluiten met command W. Geluidsinstellingen. En we gaan nog eens verder. Visuele instellingen. Visuele instellingen, die heb ik niet nodig. Voeg bladwijzer toe. Oké, okay. voeg bladwijzer toe. Ik ga het nog eens proberen afspelen. Coconut oil, macadamia oil, MCT oil, avocado oil. Bozen. Ja, oké. Okay. De stem klinkt een beetje raar. Ik moet zeggen, een van de leukste dingen aan Voice Dream Reader vind ik dat hij een aangename Belgische stem heeft. Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste en het lijkt erop dat je hier enkel de stemmen van je Mac kan gebruiken. Er zijn ook een hele hoop shortcuts, dus je kan vooruitspoelen, sneller, trager. Ik ga eens even kijken in het lijstje met Command M: Minibalk, Reader, File, Edit, Controls. Controls. Ga ik even in kijken: Controls, Play, Spatie, Forward, Command-pijl naar rechts, Rewind, Command-pijl naar links, Navigation Unit, Go to Speech Cursor, Command-punt. Go to page. Drie punten. Go to percent. Drie punten. Previous document. Command-shift. Pijl naar links. Next document. Command-shift. Pijl naar rechts. Reading mode. Reading mode. Eens kijken of daar iets in zit. Reading mode. Vind je. Stoppen aan het einde van het document. Ja. Stoppen aan het einde van de zin. Ah, je kan kiezen per zin of per document. En dan kun je elke keer op play drukken voor één zin te laten voorlezen. Dat vind ik persoonlijk wel heel interessant. Ga eens proberen. Stoppen aan het einde van de zin ingeschakeld. Ik ga nog eens proberen, dus ik druk eens op spatie. Avocado oil, Perilla oil, walnut oil, red palm oil. Pauze. Ja, hij heeft het niet echt per zin, maar ja, het is misschien een lijst of zo. Ik ga nog eens naar de menubalk. Menubalk. Apple. Reader. File. Edit. Controls. Audio. Eens kijken bij audio. Audio. Speed. Ik ga eens kijken. Speed, faster. Command pijl omhoog. Command pijl omhoog gaat sneller. Slower, command pijl omlaag. En dan het omgekeerde, natuurlijk, komt trager. Slower, command pijl omlaag. Oké. Okay. Audio, speed. Eens kijken wat hier nog allemaal in zit. Language. Ah, hier kan je ook snel de taal aanpassen. Language. Arabisch. Chinees. Deens. Duits. Oké, okay, ga even terug. Audio, language. Voice. Voice. Alex, US. Daniel, UK. Fiona, Scotland. Dus in deze minuutjes kan je ook heel snel de stem aanpassen. Kare, Australië. Ik ga misschien eens Kare luisteren. Kare, Australië, ingeschakeld. We gaan nog eens luisteren. Red palm oil, rice bran oil. Pauze. Ik ga het eens een beetje versnellen. Faster, faster, faster. Sesame oil, flavored cod liver oil, sweeteners, stevia, inulin, yacon. Pauze. Ja, oké. Okay. Ik ga eens kijken of ik kan doorspoelen. Forward. Eens kijken waar we nu zitten. Mike Fruit. Ja, oké. Okay. Ga eens proberen of we uit dit document uitgeraken. Is met command w Close window. Bibliotheek. Venster. New. Pride and Prejudice. Jane Austen. Over 6 UUR. 7 and minuten en 26 seconden. en 0 cross and voltage. Epic format. En ik ga eens kijken naar de instellingen, want ik denk dat je documenten kan synchroniseren met je iPhone. Daar ben ik niet zeker van? Preferences, Preferences, venster. Synchroniseer bibliotheek met iCloud. Ah, dat is al direct de eerste. Oké, okay, ik ga er eens mee interacteren. Ik ga er eens op klikken. Dialoogvenster annuleren. Schakel iCloud sync uit. Bestanden worden niet langer gesynchroniseerd en zijn niet meer beschikbaar op andere apparaten. Start. Annuleren. Oké, okay, ik ga het maar annuleren. Synchroniseer bibliotheek met iCloud. Is dat de enige preference die je kan instellen? Oké. Okay. Ga ik terugsluiten? Close window. Bibliotheek. Venster. New. Pride and Prejudice. Jane Austen. Overses UUR. 7 en en Wittig Minuten. Oké. Okay. Ik ga nog eens kijken naar de knoppenbalk. Library outline. Verticaal splitter. Library documents. Raster we gave. Zoek het bibliotheek. Leeg. Zoek tekstveld. Je kan zoeken. Zou je ook naar inhoud zoeken? Ik ga er eens op klikken. En we gaan zoeken naar coconut. C-O-C-O-N-U-T. Coconut. Eens kijken. Library outline. Verticaal splitter. Library documents. Raster weergave. Library documents. Raster gave. Ik interact direct ermee. Sort in sort. Nee, hij heeft het niet gevonden. Dus ik denk niet dat hij naar de inhoud van je document kijkt. Onvoldoende. Library documents. Verticaal splitter. Library outline. Alle onderdelen, drie items. Library of coconut. Inhoud geselecteerd. Selectie verwijderd. Ik ga nu eens zoeken naar plant. p l A N T. Plant. Eens kijken of we er naartoe kunnen met voice over -y. In library outline. Alle onderdelen, drie items. Geselecteerd. Alle onderdelen. Onvoldoende. Library outline. Verticaal splitten. Library documents. Raster weergave. gave. Sort in sort. Plant Paradox Foods, yes, no lists. Ja, nu heeft hij het document wel gevonden, dus. Op de naam van het document gaat hij het wel vinden, maar op de inhoud niet. Onvoldoende. Library, verticaal splitten, Library Outline. Plan. ik geluidsinstellingen. Raster. Ik ga eens op raster klikken. Menu, vind je, raster, lijst. Lijst, dat is misschien beter. Lijst. Add your library. Stoppen aan het einde van de zin, leesmodus. Ah, die kun je hier ook snel aanpassen. Menu, vind je, stoppen aan het einde van de zin. Doorgaan met volgende document. Herhaal document. Herhaal document. Ah, je kan het document herhalen. En je kan ook uh, naar het volgende document. Doorgaan met volgende document. Vinkje. Stoppen aan het einde van de zin. Stoppen aan het einde van het document. Oké, okay, ik ga het maar terug op het eerste zetten. Stoppen aan het einde van het document. Leer volgend item. Vooruitspoelen. Vrij. Terugspoelen. Hier heb je nog de bedieningsknopjes ook. Vorig item. 30 seconden. Navigatie. Ah, je navigatie kun je ook instellen. Ik ga eens kijken. Gedimd. Ah, die kan ik niet aanpassen. Eens kijken of ik ermee kan interacten. Nee, oké. Okay. Knoppenbalk. Een knoppenbalk. Ga ik eens mee interacten? Ja, in. knoppenbalk. Inhoud is leeg. 30 seconden, navigatie. Oei, inhoud is leeg. Dat is een beetje raar. 30 seconden, navigatie. Vorig Terugspoelen. En we komen automatisch terug in die bedieningsknopjes. Vorig 30 seconden, Na knoppenbalk. 3. Vorig. Terugspoelen. Play. Ik ga nog eens op play drukken. Gedimd. Ah, hij wil het niet doen omdat we geen document hebben geopend. Oké, okay, ik ga nog eens een document openen terug. 1. In, Knoppenbalk. Inhoud in library outline. Al in library documents. Lijstweergave. Plant paradox foods. Yes, no lists. Ah, nu is hij wel met voice-over J toch tot in de lijst geraakt. Misschien omdat hij er net op een raster stond. Ik ga het nog eens open doen. Command-O. Open. Show library. En nog eens kijken naar die knoppenbalk. Knoppenbalk. In. Knoppenbalk. Negen onderdelen. Show library. Toggle location cyber. Zoom in. Zoom out. Zoom to fit. Plant paradox foods yes no lists. Geluidsinstellingen. Visuele instellingen. Voeg bladwijzer Voeg toe. Onvoldoende knoppen. Verticaal splitter. Verticaal splitter. New York Times bestseller. The plant paradox. The hidden dangers in healthy foods. That cause disease and weight gain. By D.R. Steven Gundry. Ja. Yeah. Verticaal splitter. 3% over 11 seconden, ongeveer 7 minuten en 12 seconden resterend. Pagina 2 of 7, Pagina. Hier kan je naar pagina springen. Knop. Oei, een, een gelabelde knop. Paragraaf, navigatie. Je kan kiezen of je navigatie per paragraaf doet, of per zin of per woord. Ik ga er eens op klikken. Menu, vind je paragraaf, kop. Pagina. Kop. Ah, oké, okay. misschien per pagina. Pagina, bladwijzer. Gemarkeerd. Gemarkeerd. Ja, je hebt dus vrij veel opties om tussen te springen. Ik ga hem eens op pagina zetten. Bladwijzer. Pagina. Pagina. Navigatie. Oké, okay, we gaan nog eens verder. Vorig item. Terugspoelen. Play. Vooruitspoelen. Volgend item. Oké, okay, ga eens volgend item. Dan gaat hij waarschijnlijk naar pagina 2. Stoppen aan het einde van het document. Leesmodus. Hier staat de leesmodus nog eens die je kan aanpassen. Stoppen aan het einde van het document. Leesmodus. En dat is de laatste knop. Oké. Okay. Ik ga eens terug proberen iets af te spelen. Spatie. Play Pride and Prejudice by Jane Austen, Chapter 1. It is a truth universally acknowledged. Pauze. Oei, nu zitten we blijkbaar toch in een ander document. Ah, dus next item wil gewoon zeggen het next item uit je bibliotheek en niet de volgende pagina. Oké, okay, dat hebben we dan ook weer geleerd. Volgend item. Vooruit spoelen. Dus je zou hier een hele hoop documentjes in kunnen laden en dan één voor één laten afspelen of gewoon na elkaar laten afspelen. Dus als je niet stopt op het einde van het document, dan blijft die gewoon doorlopen. Hè? Ik moet zeggen, oké, okay, ik moet er even aan wennen aan de Voice Dream Reader op de Mac, maar ik kan blijkbaar toch wel vrij veel dingen instellen en om eerlijk te zijn kan ik een goede PDF-reader echt wel gebruiken op de Mac. Want die ben ik nog niet tegengekomen. Dus ik ga het zeker uitgebreid nog verder testen. Ik ga het linkje naar de beta ook in mijn podcast zetten. En dan kunnen jullie jezelf ook een beetje testen. Dus hier ga ik het bij houden voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Maar weer, dag.